Op vakantie in de bergen. Lekker met het autootje en oeps. Ja, dat is niet zo leuk. Word je ook nog uitgelachen door een geit omdat je een berg niet over kan. Dat moet anders kunnen. Nog maar een keer. Berg, even kijken, hoe doen we dat? Oh, natuurlijk, een tunnel. Kijk eens aan. Ja, misschien niet genoeg energie om er overheen te komen, maar wel om er doorheen te komen. En die geit, ja, die snapt er natuurlijk niks van. Maar wij wel, want wij weten dat het een kwestie is van tunnelen. Daar gaat deze presentatie over. Het tunneleffect. En dat tunneleffect kan ook komen bij een deeltje. Kijk, het deeltje dat heeft energie, kinetische energie, afgewisseld door hoogte-energie, maar heeft niet genoeg energie om over deze energiebarrière heen te komen. Maar als we nou een tunnel hebben, dan lukt het wel. En dat gebeurt ook in werkelijkheid. Ja, de tunnel is er eigenlijk niet, maar het wordt gecreëerd zodat het deeltje kan ontsnappen. Dat deeltje is bij ons het elektron. Het elektron zit gevangen in de put, heeft kinetische energie, maar niet genoeg om over die barrière heen te springen. Het is een deeltje, maar het heeft ook de eigenschap van een golf. Ja, dus hij is een golf tussen de twee barrières in. En de waarschijnlijkheid om het deeltje ergens aan te treffen is gelijk aan het kwadraat van de amplitude. Ja, dus het deeltje heeft een grote kans om hier te zijn. Ja, ook een grote kans om hier te zijn, maar hier bijvoorbeeld niet. Goed, stel nu dat de golf er zo uitziet. En die kan eigenlijk alleen optreden als deze barrière niet oneindig hoog is, aan deze kant ook niet. Maar als ze niet te hoog zijn, dan is de golf aan weerskanten geen nul. En dat betekent dus dat de golf die eindigt hier, maar die moet dan dus hier straks wel naar nul toe gaan. En dat gaat hij ook. Hij gaat plop, redelijk steil naar nul. Maar redelijk steil wil zeggen dat hij hier toch nog een kleine uitwijking heeft. Dat betekent dus dat hij hier verder kan golven. En dan zie je dus dat je hier een uitwijking hebt. En dus is er weliswaar een kleine, maar er is een kans dat het elektron hier aangetroffen wordt. Oftewel, er is een kans dat hij door de barrière heen is gegaan en dat hij hier aanwezig is. Goed, ook aan de andere kant heb je natuurlijk dat hij steil naar beneden gaat, maar hier is hij dusdanig breed. Ja, dat is in dit geval niet van belang. Waar hangt het van af dat hij er doorheen kan gaan? Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat als je de barrière hoger maakt, dat het dan moeilijker is om er doorheen te gaan, want ja, je hebt hier veel meer tegenwerking. Ja, dus hij gaat nog wel naar beneden toe en als je goed ziet, zie je nog wel een beetje golf, maar de kans om hier aan te treffen is gewoon veel kleiner als de barrière hoger is. En hetzelfde verhaal gaat als de barrière wat breder is. Ja, als je breder is, ja, dan zal hij dus steil naar beneden gaan en zal je dus ook hier weer nauwelijks een uitwijking hebben. Een derde reden is dat hij moeilijk tunnelen is het type deeltje. Ja, je hebt elektron, maar als je dus bijvoorbeeld nu eens kijkt naar een proton, ja, het verschil tussen elektron en proton is dat een proton een veel grotere massa heeft. En als je grotere massa hebt, kun je moeilijker door een energiebarrière heen. Ja, dus de massa hangt ook af van hoe makkelijk je ergens doorheen kunt tunnelen. En dan snap je dus ook wel dat als je met de auto op vakantie bent, dat je toch beter maar een echte tunnel hebt dan dat je erop moet gokken dat er zo'n tunnel verschijnt. Die kans daarop is dan natuurlijk nihil. We gaan even verder, want we gaan even kijken waar het tunneleffect allemaal optreedt. En het treedt in ieder geval op bij het alfa-verval. Alfa-verval heb je gehad bij radioactiviteit. Stel je voor, je hebt een poloniumkern, polonium 216, en die vervalt en je kunt in binnen zien dat er dan een alfa-deeltje vrijkomt. En
De halveringstijd van dit vervalproces is redelijk kort, 0,16 seconden. Als je nu een andere kern hebt, bijvoorbeeld uraan-234, ook dit is niet stabiel, ook hier komt er een alfadeeltje vrij, maar de halveringstijd is behoorlijk langer. Ja, 2,5 keer 10 tot de macht 5 jaar. Daar wil je niet op gaan zitten te wachten. Hoe komt dit nou? Nou, stel je voor, we hebben de atoomkern en daar zit dan een alfadeeltje. Ja, alfadeeltje wil eruit, dus hupkei, die gaat eruit, maar in de atoomkern is er sprake van een sterke kernkracht. En die sterke kernkracht, heet die verlichtsterk, die trekt hem met gemak weer terug de kern in. Nu is die sterke kernkracht, Nu is die sterke kernkracht behoorlijk afhankelijk van de afstand. Ja, hij is vlakbij de middelpunt van kern ontzettend sterk, maar als de afstand toeneemt, dan neemt hij ontzettend snel af. Ja, en als hij een beetje ver weg is, dan is de sterke kernkracht eigenlijk verwaarloosbaar. En dat is mooi, want als het alfadeeltje dan een beetje verder buiten kern is, dan treedt er op een sterke kernkracht, maar die is al redelijk kleiner. En dan heb je een elektrische afstotingskracht. Alfadeeltje is positief en atoomkern zelf is natuurlijk ook positief. En dan krijg je dus twee krachten daar. Ja, de sterke kernkracht die hem toch wel weer terug wil hebben. En de afstotingskracht, de elektrische afstotingskracht die hem wel weg wil hebben. En dan krijg je dus ergens een punt waar die elektrische kracht het zal winnen van de sterke kernkracht. En dan kan dus het alfadeeltje vertrekken. Even schematisch. Als het alfadeeltje in de kern zelf zit, heeft hij eigenlijk niet genoeg energie om eruit te gaan. Ja, hij moet dus, wil hij eruit gaan, moet hij door deze barrière heen gaan tunnelen. Nou, dat op zich kan, want er treedt alfa-verval op, dus dat alfadeeltje heeft een bepaalde energie. En ondanks dat de energie niet voldoende is, blijkbaar kan hij er toch doorheen. Ja, dat nemen we waar. En je ziet dus dat als hij eruit is, dan heeft hij in feite gewoon energie over. En dat betekent dus dat er energie vrijkomt. En dat betekent dat het een spontaan verval is. Nou, en die energie die vrijkomt, dat noemen we bindingsenergie. Het alfadeeltje heeft een bepaalde energie. En je ziet als die energie lager is, dat dan de barrière breder wordt. Oftewel, als een alfadeeltje lager energie heeft, dan zal hij moeilijker er doorheen komen dan dat hij een hoge energie heeft. Hoge energie, ja, dan zal hij dus makkelijker er doorheen komen. En als je in binnen kijkt, dan zie je dus dat bij polonium en bij uraan inderdaad de energie verschillend is. Ja, uraan heeft een veel lagere energie, althans het alfadeeltje, dan bij polonium. En dus zal hij bij uraan veel moeilijker door barrière heen kunnen gaan dan polonium. En dat is dus dan ook de reden waarom polonium een veel lagere halveringstijd heeft dan uraan. Een volgende toepassing is de kernfusie. Kernfusie, deuterium en tritium. En die twee, het heet niet voor eens kernfusie. Ja, die komen samen, suffuseren en het stoot één proton af en er komt energie vrij. Maar om te kunnen fuseren moeten ze een afstoting overwinnen, want plus en plus stoten elkaar af. Oftewel, er is energie nodig en energie betekent dat het een hoge temperatuur moet hebben. En de temperatuur die hiervoor nodig is, is 10 tot de macht 9 Kelvin. Dat is immens hoog. Hoger dan dat je in binnen kunt zien wat de centrale temperatuur is van de zon. Dus er is niet genoeg energie in de zon om het kernfusieproces op te kunnen starten. En toch treedt het wel op. En dat is omdat dankzij tunneleffect er weliswaar een kleine
maar een voldoende grote kans blijkbaar is dat die twee toch bij elkaar komen, ondanks dat er niet genoeg energie is. Een volgende toepassing is de scanning tunnelmicroscoop. Je hebt een spanningsbron en de spanningsbron is aan de ene kant verbonden met een behoorlijk scherpe punt, de andere is verbonden met het te onderzoeken voorwerp. En ja, normaal zal hier geen stroom lopen, want ja, kijk daar, ja, zit een klein openingetje en daar kunnen elektronen niet bij langs. Het is een keurige isolator. Maar kwantummechanica, tunneleffect, die zegt van ja, leuk en aardig, maar die elektronen, ja, misschien dat ze niet genoeg energie hebben om er normaal overheen te springen, maar dankzij het tunneleffect kunnen ze er toch nog wel overheen. En de stroomsterkte die hier wordt gemeten, ja, dat is een maat van de afstand die tussen het punt en het oppervlak zit. Dus als je de afstand weet, dan weet je ook hoe groot de afstand is. En dat kan een beeld opleveren. Kijk maar, ja, eventjes, het staat hier trouwens ook nog wel. Hè, het is een animatie afkomstig van deze website. En je ziet dus, dit is de punt. Ja, behoorlijk groot lijkt het, maar het is ook behoorlijk vergroot. En de stroomsterkte is afhankelijk van afstand. Kijk, hier de stroomsterkte. En de stroomsterkte wordt dan vertaald naar een beeld hier. Ja, dus de stroomsterkte, ja, groot, dus is de afstand klein. Is de stroomsterkte klein, dat betekent dus dat de afstand groot is. En je krijgt dus hier een prachtig beeld ervan. En dat kun je dus ook een beetje bewerken. Ja, en dan krijg je dus een indruk van hoe het voorwerp eruit ziet. Natuurlijk moet het voorwerp dan wel glijdend zijn. Hè? Het is niet zo dat je ieder willekeurig voorwerp hier zo mee kunt doen. Maar je kunt hier dus atomen mee laten zien. Het is een fantastische toepassing van het tunneleffect. Goed, we zijn in een tunnel en we zien het einde van de tunnel naderen en inderdaad, het is het einde. Tot ziens!